Zonnekoninggedrag, fraude en zelfverrijking zijn aan de orde van de dag. Dat was zo'n beetje de conclusie van de parlementaire enquête woningcorporaties die in 2014 werd uitgevoerd. Meer regels en meer toezicht moeten sindsdien misstanden in de sector beperken. En ook het onderwerp integriteit is hoog op de agenda komen te staan. Welkom iedereen bij deze sessie Integriteit. Blij dat jullie er allemaal zijn. Wat betekent integriteit voor medewerkers van de Rotterdamse corporatie Havensteder? Hoe integer vinden zij hun organisatie? En hoe grijpbaar en stuurbaar is integriteit eigenlijk? Wat integriteit voor mij met name is, is niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Maar misschien is het wel, hou je aan de afspraken die je met elkaar maakt en gedraag je fatsoenlijk. Het doel van vandaag is ook om bewustzijn te creëren dat als je in een situatie terechtkomt waarin een moreel dilemma... Hoe je acteert, hoe je handelt, wat je wel en niet doet. Dat je rekenschap aflegt over de keuzes die je maakt. En dat je met open vizier daar kan uitleggen van waarom je de dingen doet zoals je ze hebt gedaan. Kijk, we praten heel veel over integriteit en ik ben katholiek opgevoed en eigenlijk komt het iedere keer weer terug op de 10 geboden. Dus dat, en daar kunnen we allemaal heel ingewikkelde dingen van maken, maar het is toch een beetje van je hoort dingen wel te doen of hoort dingen niet te doen. Dit is een hele belangrijke integriteit, niet alleen het juiste doen als iedereen kijkt, maar juist wanneer er niemand kijkt. Hoe integer vind jij Havensteder als organisatie? God, dat vind ik best een moeilijke vraag. Ik denk dat de organisatie oprecht er alles aan doet om een integere organisatie te zijn. En tegelijkertijd zie ik ook dat wij af en toe worstelen met dilemma's waarin er toch ook dingen gebeuren waar ik iets minder blij mee ben. De integriteit gaat niet alleen ook om het handelen wat je doet, maar vaak ook over de uitstraling die het heeft. Hè? Dus de schijn die je kan wekken. We hebben een discussie binnen het bedrijf gehad. Kan je als je op Facebook zit, een bevriende aannemer of een relatie, als vriend uitnodigen of als vriend hebben? Ik heb toen gezegd van nou, dat kan in principe niet. Want een andere aannemer die dat ook kan zien, die zou kunnen zeggen van joh, krijg ik dan nog wel een eerlijke behandeling? Want mijn collega of concurrent, die is bevriend met een van de medewerkers van Havensteder. Tot door ons compliance officer opgewezen werd dat ik zelf een vriend had op Facebook die onze advocaat was. In feite ook een relatie. Wie wil beginnen? Nee? Ja, dat is juist de vraag. Zou je dan uiteindelijk toch doen omdat je ze nodig hebt? Dat is volgens mij een Dat vind ik moeilijk te zeggen of we meer integer geworden zijn. We zijn wel in ieder geval zover dat we het onderwerp gewoon eerlijk en open op tafel hebben met elkaar. Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en dat moet je ook uitdragen naar de organisatie. En ben ik meer integer geworden? Ik ben me er meer van bewust. Ja, ik ben me wel meer bewust geworden van mijn voorbeeldrol. En hoe ik onder een vergrootglas lig. En wat daarin belangrijk is om uit te stralen naar de buitenwereld. Ik kan je een klein voorbeeldje geven bij Rotsteel in de tijd. Nou, toen ging ik de eerste keer in de kantine eten. Of bedrijfsrestaurant moet ik zeggen. En toen zei die dame achter de balie, die zei nee, u hoeft niet te betalen hoor, want directieleden betalen niet. Ik zei nou, is dat bij deze opgeheven, die regel? Want het is natuurlijk van de gek, hè, dat degene die het meeste verdient, dat niet hoeft te betalen. Dat wist binnen een kwartier, wist de hele organisatie dat. Ik bedoel, dat heeft dan een bepaalde uitstraling. En er waren ook best mensen boos op, over die opeens moesten gaan betalen. Maar dan denk je van ja, dan laat je ook gewoon zien dat je gewoon normaal bezig bent. En dat is daarin dan wel van belang. Als je bij een woningcorporatie werkt en je doet de verhuur bijvoorbeeld, dan komt het voor dat ergens op een verjaardagsfeestje iemand aan je vraagt, goh, je werkt toch bij een woningcorporatie? Ik heb een dochter, die is op zoek naar een huis en kan jij niet wat voor mij betekenen?
Of als je werkt bij de afdelingen inkopen van de onderhoudsafdeling, dan komt het voor dat iemand zegt, goh, een neef van mij heeft ook een aannemersbedrijf. Kan jij niet zorgen dat hij op de lijst komt, zodat hij ook een keer aan de slag kan bij Havensteder? Ik heb zelf op dat soort afdelingen gewerkt. Ik weet welke vragen daar aan je gesteld worden. En ik weet ook hoe lastig het is om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus daar trainen we onze mensen op. Ja, precies. Dus kom maar met iets anders waar iedereen... Daar waar het gaat om twijfelgevallen, het grijze gebied, soms wel, soms niet. Ja, daar kun je geen regels voor opstellen. Sterker nog, daar moet je geen regels voor op willen stellen. Want dat is altijd het gesprek met je wat je met elkaar hebt. En juist dat gesprek maakt A, dat integriteit op de agenda staat. Dus je hebt het daar vaak met elkaar over. En B, je vindt met elkaar uit wat er wel en niet kan. En het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het voor mensen toch niet. Dus door met elkaar dat gesprek aan te gaan en te horen hoe je collega's daarover oordelen en wanneer dingen wel kunnen en wanneer dingen niet kunnen, ja, dat helpt. Mensen die fout willen, zullen ook na een goed gesprek nog steeds fout doen. Dus daarnaast het praten erover moet je ook gewoon zorgen dat je een aantal andere zaken erg goed op orde hebt. Zoals je interne controles, de wijze waarop je je functiescheiding hebt georganiseerd, je compliance, dus eigenlijk alle checks en balances binnen het bedrijf. Om het allemaal zoveel als mogelijk te voorkomen. En uiteindelijk ontstaat er een wel en niet kunnen als DNA van jezelf en van je bedrijf. Het is een kwestie van doorontwikkelen op dat onderdeel. En wat vroeger kon, kan misschien nu niet. En wat vandaag niet kan, kan misschien morgen wel. Die integriteit is niet zwart-wit. Een vraagstuk over, ik word uitgenodigd voor de voetbalwedstrijd ter afsluiting van een contract en mag ik daar nou wel of niet naartoe? Daar kan je van zeggen, wij gaan nooit naar voetbalwedstrijden met externen. En dan heb je het geregeld. Dan heb je het dus niet geregeld. Ik vind dat het soms heel goed kan dat iemand naar die voetbalwedstrijd gaat. Alleen wanneer, in welke gevallen wel en niet, met wie heb je het besproken, wat is het belang, is het altijd dezelfde? Kortom, er zijn heel veel vragen die je elkaar daarin moet stellen. Maar hoe maak je nou voor mensen hanteerbaar van wat is nou nog wel integer en wat is nou niet integer, zonder dat je een soort angst gaat krijgen in een organisatie dat men zegt van ja, maar we doen het maar niet, want anders denken anderen dat we niet integer zijn. Dus dat je je organisatie eerder daardoor verstart, als dat een organisatie daardoor gewoon open en transparant blijft. Worden mensen integerder door te praten over integriteit? Ik denk dat ze in ieder geval bewuster worden van het fenomeen. Ik denk dat ze er meer over nadenken en ja, daardoor ook meer integer worden. Omdat je in ieder geval voorkomt dat je onbewust niet integer bent. Ja, je kunt zeggen van het praten over lost niet een integriteitsprobleem op, want die mensen die het fout deden wisten door ons goed dat ze het fout deden. Alleen wat je heel duidelijk aan het veranderen is bij corporaties is dat mensen worden aangesproken dat ze fout doen. En dat los je dus wel op. Hoe staat het met de aanspreekcultuur binnen Havensteder? Ik denk dat de aanspreekcultuur binnen Havensteder goed is. Ja, je bent natuurlijk niet snel tevreden, je wilt altijd beter. De bespreekcultuur is goed. De aanspreekcultuur mag voor mij best nog wel een tandje scherper. Dit is een organisatie waarbij men elkaar vaker op gedrag zou moeten aanspreken. Ik ben van mening dat dat nog te weinig gebeurt. En worden mensen die dat doen, worden die nou straks door de organisatie gestraft of beloond? Ja, want je ziet heel vaak dat iemand die zaken heeft aangedragen, als je niet oppast, zijn eigen graf heeft gecreëerd in een organisatie. Kijk maar hoe heel vaak met klokkenluiders vergaat. Dat is best moeilijk. Dus de cultuur moet dus ook in je organisatie zijn dat dat geaccepteerd wordt. Het meest onterechte verwijt als het gaat over integriteit. Als gezegd zou worden, jullie doen maar wat. Wij proberen ons werk met hart en ziel en oprecht te doen. En met het belang van onze huurders voor ogen. En de meeste mensen die doen dat hartstikke goed. En af en toe
wordt er een misstap begaan en die wordt hard aangepakt. En dat is wat we doen. Het is leuk om nu in het plenaire gedeelte met elkaar uit te wisselen de antwoorden op de dilemma's. Wij realiseren ons als corporaties nog te weinig. Dat we toch nog steeds in de verdachte hoek zitten. En dat elk incident aangegrepen zal worden om het beeld te bevestigen van zie je wel, het deugt nog steeds niet bij deze corporaties. Dus als we dat niet netjes doen zelf, ja, dan moeten we niet klagen. Dan hebben we het aan onszelf te danken dat we over 5 jaar er nog steeds mee geconfronteerd worden.